we zijn aangekomen op het skatebaantje samen met Doran, oftewel Monster Tune. Is een keer wat anders dan scooters. Ja. Maar dit knalt ook. Ja, kan je vertellen. Ik vind het nog enger dan een wheelie. Ja, jij vindt het spannend, hè? Ja. En je hebt je brilletje op, jij bent lekker bezig. Jij hebt hem ook bij je, ik heb hem ook mee. Dus het is nu tijd om te gaan afsteken. En we zijn niet met lege handen gekomen. Nee, we hebben echt wel veel meegenomen. Moet je kijken wat hier allemaal ligt. Genoeg knetterlint. Hier zitten nog meer pakketten in de tas. Noem het maar op. We hebben heel veel om te kunnen afsteken. Jij schrok ervan? Jij schrok ervan? Ja. Lijkt wel een drugsbron. Nou. Er zit niks van drugs bij, maar het is wel een mooi spul. We hebben hier een mooie tas vol met vuurwerk. Ja, laat jij die eens even pakketten. Uit. Pakketten. Hier, tientje staat er. Nog een tientje inderdaad. Pakketten hier, nog meer spul. Kijk eens, wat is het? 100 knetterdingen, nog 100 escalada. We hebben echt heel veel fluiten. Dit is niet normaal. Ja, dit is echt bizar. Ja. Ik weet niet of we alles willen afsteken, maar wat ik wel weet, is dat we er even van kunnen genieten. Ik weet ook nog wat we hebben. Wat is dit dan? Een cadeautje en dat is voor jou, vriend. Ja, dankjewel. Omdat het bijna kerst is. Hij had hem al mee, hè, met trots. Het zou toch geen aansteker zijn? Nee. Ik denk een pakje cobra's. Even kijken. Pakje cobra's. Dat zou leuk zijn. Wow. Die is vet. Oh, zo. Dat zijn de kleinere versies. Ja. En de kerstversie. En de kersteditie zit erin. Zo, hey, wat ziek. En die had je nog niet. Kerstversie had ik nog niet. Nee. Ik heb jullie oude bij. Ja, de oude, gewoon de huidige de Monster Tube erop. Hier zit ook Monster Tube op. Oh. Overal zit Monster Tube op. Oh, dat is vet. Dat is vet. Ah, dankjewel. Knop. Dankjewel, Koen. Dat is vet. Jongens, wil je ook zo'n aansteek? Ze staan dus nu online. Pyro4u.nl, de kersteditie. Ook de kerst inderdaad. Wees er snel bij, want deze gaan echt keihard. Ze zijn niet gelimiteerd, maar ze zijn niet onbeperkt. Nee, we hebben niet onbeperkt voorraad. Nee. Het loopt gewoon lekker door deze dagen. Flinke vlam, hè? Zon, god, de vuurbal. Ben jij ready? Nee, ja. Zoek wat uit. Pak wat, steek wat af. Oké, we beginnen met de Thunder Kings. Of de fluiters. Oftewel dus Escalada. Escalada, ja. Voor de ik dacht dat jij wel verstand had van vuurwerk. Nee. Dat dacht ik ook. Ik dacht, jij bent als een vuurwerkjochie. Ja, jij bent van het F4. Vroeger. Nu niet meer. Ja, we moeten hem dus veel leren. Wat was dit voor subtiele uitdrukking? Hij tikt me aan en we filmen allemaal naar rechts. Ja, we filmen. Ik had wat vragen. Okay. Dacht, is dat privé? Dan moet hij uit, hoor. Nee, wat gebeurt hier? Knetterkogels. Nou, fik erin. Hij heeft denk ik het gevoel dat we hem in de gevangenis willen krijgen. Dat denk ik echt, ja. Zo gespannen met, is het wel echt F1? Staat er gewoon groot op. Categorie F1, 365 dagen per jaar. Zal ik maar even eentje doen, want dit duurt zo lang. Mag je even een heksenkringetje of zo? Knijterveel ballen. Zo. Dit is al vet. Nou, steek aan. Oké, de eerste van de dag. Nou, steek jij het hele pakje even, Nens. Gewoon doen we dat lekker hier. Ja. Zo. Daar gaan we. Oh. Ja, ready? Ja, ready. De knetterkogel. Mooi. Meer tegelijk, hè? Ja, meer tegelijk. Boom! We hebben de hele doos. Nou, steek er één aan. Los afsteken is toch wat makkelijker. Ja, dat wel. Maar het is wel leuk. Een rookpotje. Nee, los is veel beter. Ja, los is beter. Ja, los is niet. Nee. Crackling green. Lekker. Wow. Dit was nice. Goeie. Deze was echt nice. Die was vet. Gewoon. Deze was nice, hè? Wil jij even wat een projectje bouwen? Ja, kom maar goed. Even een lekker projectje. Dit wordt wel een mooie, hoor. Dit wordt wel een goeie. Dit wordt nice. Dat zie ik nu al. Everything reminds me of a Thunder King. Het lijkt er wel echt op, hè, Thunder King. Ja. Voor de aansteek, waardeer het echt. Volgende keer neem ik even iets leuks mee voor jullie. Oh, dat is een complete zip, ja. 180 cc, ja hoor. Ik zie er een mooie aansteker bij liggen. Zeker, de prachtige kerstaansteker. Ja, echt nice, hè? Ja, heel sick. Zijn we klaar voor? Ja, zeker. Stik erin in 3, komt-ie. 2, 1. Rennen! Je
Je GoPro! Nee! Je GoPro! Oh mijn god! Nee! Hij is te dichtbij. Dit heet tuning bar. Maar oh ja, die lens te vervangen. Weet ik niet. Jawel. Oh, is hij nou ingebrand? Ja. Zo, hij is flink ingebrand. Kijk die lens. Joh. Zo. Nou, het was het waard. Hoop ik. Ja. Daarom dus altijd genoeg afstand houden met vuurwerk. Soms onderschat je het echt. Die pijl, of die Thunder King, die kwam naar mijn voet toe, hè? Voetzoeker. Jij zag het. Ja, zeker. Hij kwam echt close. Ja. Hebben we deze dingen ook nog? Hou eens vast. Ja, ik heb die GoPro toch in mijn hand. Pas op. Zo, hey, zo, hey, zo, hey, zo, hé hey, joh. Ik heb een GoPro. Wow. Ja, die hebben we weer gedaan! Ik wil ze niet meer vasthouden. Goeie hem over. Oei jee. Oei jee. Wordt toch niet voor ons, toch? Nee, toch? Dat zou wat zijn. En het is ook knap dat de politie niet eerst is. Ja, vaak is het andersom. Ja. Hoe heet deze dingen? Gekleurde paardenstaarten. Dat is nog Sinterklaas. Eerlijk, dit wordt wel een groot fonteintje. Ja, dit is echt een goeie. Bartje, zou je een fakkel kunnen pakken? Ach, dat was hij al van plan. We gaan allebei met een fakkel, die steken we aan. Steken we al deze dingen tegelijk af. Het moet één groot fontein zijn. Ja, echt. Ja, ja? Steek maar aan. Hey, oh. Zo, zo. Yes, go, 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 go. Zo. Dit is sick. Auw. Zo! Deze kant is moeilijk. Dat is een dikke fontein, hè, zo. Kijk dan. Ik kom er niet tussen. Maar het was onder je hand, hè. Zo! Wow, dit is vet. Kijk dan. Heel mooi fontein. Eerlijk, als je vroeger de sterretjes had of deze, dit is echt wel een upgrade. Zeker. De middelste nog. Oh ja. Hoppa. Dit gaat toch heel lang door branden. Als enige. Ja, projectje nummer 2. Ja, ja, let's go. We hebben nog flink wat af te steken hoor, hier. Ja, ik denk weer met escalades, maar dat denk ik twee pakken. Maar dat zag wel vet uit dat alle kanten op. Ja, dat was heel en vet. En dan gewoon in de kringetje. Wou ik net zeggen, doe het dan maar verder. Wie pakte die schans zo omhoog? Juist, juist, escalades juist. Escalades klinken echt heftig, maar... Lijkt is... op Mascaleta. Dat is pas leuk. En die gaat nog verder, hè, die ene daken. Ja. In zijn eentje. Waar wordt vuurwerk eigenlijk gemaakt? Waar denk je? Vraag van vandaag. Ik denk in Italië. Want volgens mij is Cobra van Italië, denk ik. China. China. Hij weet wel weer dat het in Italië zit hoor, die Cobra fabriek. Jij weet alleen maar van illegale zorg, of niet? Kom je erbij. Nou, nog een poging. Wordt dat een deel 2 voor de GoPro? Ja. Oké. Okay. Hierin. In het midden. Ja, dat zou ik doen, ja. Dat is best wel dat vet. Is gaaf, ja. Ja. Dat is echt wel sick. Jullie naaien hem ook alleen maar op, hè. Misschien heb ik nog wat in mijn zak. Ik heb dit nog in mijn zak. Hier, steek deze dingen aan. Dit is mooi. Wow. Nou, kraut. Steek dat maar is kwalijk kraut. Steek maar op, steek maar op. Doe ze maar allemaal tegelijk. Oké. Okay. Of tenminste, zo om en om, een stooksessie. Gaat lekker, hè. Dit ging subtiel. Dat is goed. Ik schrok niet. Bart! Zijn zo vet die dingen. Deze knallen echt. Knallen. Wow. Hij ging er bijna in. Hij ging er bijna in. Maar nice zijn die, hè? Die zijn echt sick. Dit is vet, gast. Ben jij ready? Is je GoPro ready? Staat mijn GoPro, denk je, genoeg afstand? Wat denk je zelf? Nee. Oké. Okay. Nou, daar gaan we. Komt ie! Dit is niet normaal. Zo, wij. Dit naar mijn GoPro. Knalt lekker! Ja, en dit is nog dat andere pakje. Ja. Ja. Daar gaan we. Volg ons op Snap! Snap! En op Snapchat volgen! Gaat u? Oren dicht voor de kloot! Wow, jongen! Hey! Gosh. Dit was wel erg! Weet je waarom het zo lekker klinkt? Omdat het in die kom zit. In die kom, ja. Dat is lekker. Dan is die nog beter.
Ja! Ja. Die kom is nog beter. Jij komt ineens met die GoPro. Wat de hel, maat. Check hoe dit eruit ziet. Oh. Oh. Jij gaat ook steeds heftiger. Ik denk als ik mijn duim eroverheen doe, ik hoop het dat die dan zo'n clean schone... is. Oké, oké. 3, 2, 1. Ja. Ja. En dat andere schermpje, want dat is wel van plastic. Het is helemaal verbrand. Kijk dan aan de zijkant. Oh, die andere kant is bol. Ja. Oh, dit is bol, ja. Hij doet het nog. Hij doet het. Snap je nu waarom wij altijd iets van 6 GoPros per jaar gebruiken? Ja. Fikt altijd af. Ook met die RC-auto. Het gaat allemaal kapot. Ja, echt. Oh, hey. Hij is bol, ja. Ik zou hem niet meer nog dichterbij zetten. Ja, hij is nu toch al fokt. Ja, hij is toch al fokt. Oké, okay, dan nog dichterbij. Erin gewoon. Ja. Erin. Zo. Dit is een scherm, toch? Dit? Ja. Ja. Nee, die is klaar. Dat is echt zonde. Dit is zonde, ja. Nee, kijk. De kombeeld. Borsteltje. Oh, dat is van jou. Ja, ik denk dat het ding zit aan het... Die ontploft ook straks. Jij zegt die schans daar, die moeten we hebben. Maar ja, als dit al lekker klonk, zo die kom, ja? Is dit natuurlijk nog beter. Dat is zeer zeker waar. Dus we kunnen wel even een mooi, of een groot projectje, langzaam opbouwen naar echt een mega feest. Klinkt goed, ook. Klinkt goed. Hey, ik moet eerlijk zeggen, daar klinkt het beter. Ja, dan gaan we toch even naar daar. Kijk, hoppa. Mooi plekje. Zo, kunnen we alles in één keer mooi opruimen. En heb jij toevallig een aansteker? Zeker, een prachtige aansteker. Hé, hey, dat zijn aansteker. Hey, dat is mooi als een naam hierop staat. Weet je van wie die is? Hey, nog eentje. Kijk eens. Koen, rennen. Oh, wacht even. Oh, snel, wel, wel. Zo, die ging echt heel snel. Ja, als je Peter nog trekken, sorry. Ze hebben het helemaal shocked. Niet even zeggen dat het ding gaat afsteken. Nee, ik was zelf ook. Het ging heel snel. Ja. Tweeën. Zo. Het is gewoon gebrand. Brandmerken. Ik denk eigenlijk gewoon weer zo'n strook naar een dikke finale. Gewoon, zullen we één grote strook maken zo? Tot hoe ver we het komen uiteraard. Ja, is goed. Hey. Die kennen we. Knetterrotjes. Die willen we tussendoor doen. Jij staat met een fakkel in je hand. Een mooie groene. Jij hebt een mooi... Nou, steek. Zijn we er klaar voor, jongens? Ja. We zijn er klaar voor. Yes. Moet dat pakketje weg? Ja, die kan wel weg. Ja. Yes! Geen honden. GoPro aan. Yes! Komt-ie. Komt-ie. Oeh. Klinkt echt lekker hier. Heerlijk. Heerlijk, netjes. Zo, hey. Echt wel netjes. Dit was een goeie, dit was echt een mooie. Nou, zullen we even hier alles opruimen? Ja, en dan gaan we even naar een andere plek. Ja, want dan kunnen de mensen hier kunnen weer verder gaan skaten. Skaten ja. Ja. Al het kleine spul allemaal weg, zodat die wieltjes er niet achterblijven. Nee. En is het hele skatepark hier oprecht helemaal clean. Ja, netjes, echt netjes hoor, netjes. Heel we netjes. We ruimen het altijd op. Hey, dit is ook ideaal. Zak vullen met water. Hij is wel leuk, maar we kunnen mooi blussen. Ja. Hup, het overige spul even allemaal blussen. Hoppakee. Kijk eens. En als het allemaal mooi geblust is, dan gaan we weer verder op ja, een andere naar een locatie. Nieuwe plek. We hebben een prachtige locatie, maar ik weet niet of mensen hier gaan zeiken. Nee, ze het wel waarderen hier. Ja. Maar daar staat er ook wel eentje te zeiken. Leuk woordgrapje, leuk woordgrap. Nou, we staan hier even in een bosje waar het even iets donkerder is. Kunnen we de fonteinen mooi zien. Nu. Ja, nice. Leuk. Wist je nog dat we er 10.000 stuks hadden zo, gedaan? Zo, dan moeten we... Ja, er waren er meer volgens mij. 100.000 stuks. Dat was echt heel veel. Eigenlijk moeten we dat nog een keer doen, maar dat is heel duur. Dat was met knallint erbij, hè? Lekker pik. Was het met knallint? Ja, ja. Nee. Nee, dat bedoel ik. Ja. Hij had hem gezien, hij had hem. Ja, hij heeft hem gezien, lekker pik. Jij hebt een paar mooie rijtjes. Wil je een fakkel? Ja, dat is jij goed. Jij wil een fakkel. Een fakkel. Jij wil een geef fakkel. Eens even een fakkel. Een fakkel. Kijk eens, ja, een mooie zeker. Fakkel. Hoppa. Kijk eens, fakkel een erin. Groene. Hoi. Hoppa. Hey. Zijn we er klaar voor? We zijn er klaar voor. Komt ie. Pik erin. Zo! Oh. Hey, jij hebt wat. Ja, kom hier snel met zo'n ding. Veiligheidsbril, veiligheidsbril, veiligheidsbril. Ja, ja. Ah, het
knalt wel lekker in het bos hier, hoor. Het knalt echt fantastisch hier. Mooi fakkeltje. Hoppa. Oh, het heeft er nou eens goed geregeld, want het is zeiknat hier. Ja, dat is perfect. Dat is fijn, dat is fijn, dat is fijn. Wat miste jij? Kijk eens hoe mooi. Zo, windstil bijna. Zo. Mooi spul. Vet, hè? Jij geniet ervan, echt, van deze fakkel. Zeker. Koud vuur, hè, zeggen ze. En? Koud. Ijskoud. Oh jee, we hebben een zeiker. Nee, dat is niet waar. Oh, ik denk dat die gaat zeiken. Nee. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Politie gebeld of... Yo, maat. Oh, we kennen elkaar. Ja, dat hij zich gewoon... Ja. Morgen. Jij de zeurende buurman? De zeurende buurman? Ja? Hij heeft de Wouter gebeld. Nou, ja. Yo, hij denkt zeurende buurman. Yo. Oh, kijk eens, een mooie hond. Ik even vast, want jullie zijn dingen aan het afsteken. En ik Oh nee, dan stoppen wij gewoon hoor. Dan wachten we eventjes. Hey. Nee, u kunt gewoon een veilig de bos uit. Oh, je moet even de bal gooien, denk ik. Ja, hop. Hij ziet er nog wel, hij ziet er nog wel. Jij trekt gewoon een pyro aansteker uit je zak. Ja, heb je die gekocht op pyroview.nl? Ja. Hey. Hij trekt niet een mes uit zijn zak, nee, maar een pyro aansteker is nog veel vetter. Dan mag jij hem ook aansteken, vind ik. Maar echt goed, zo, of niet? Een brilletje op. Netjes, man. We zijn er lekker mee bezig, ja, hè, met die vuurwerk. Heerlijk, gewoon ophouden. Lekker dichtbij weer dat GoPro'tje. Ja. Hoe gaat de GoPro zich nu kapot helemaal? Tuning. Extra. Geen uitspraak. Stage 3. Ja. Stage 3. Met bodykit, dat hij wat uitgebreid. Stage 3. Komt helemaal goed. Nou, fik erin met dat ding. Geen dieren? Geen dieren, nee, geen hertjes. Alleen wild zwijn hier voor me. Komt er! Zo. Deze was lijpgek. Die was echt dikste van alles. Dit was ja, deze was echt sick. Mooi. Mooie afsluiter. Ja. Zo, hé. Deze was zo nice. Dit was echt heel vet. Het is de eerste keer dat we in een bos ook afsteken. Ja, ook en het bevalt locatie. Me wel. Ja, het is best wel ja. Zo, kijk die rook even. Niet normaal. Hoe gaat het? Kijk hoe dit eruit ziet, hé. Holy moly. Kijk hoe vet dit eruit ziet, maat. Nou, we zijn dus lekker wezen stoken. Het was weer een fantastisch dagje. Verschillende plekjes gehad. Stoken met Monster Troop was me een... Het was geslaagd, zeker. Volgende keer doen we even een mooi projectje in Almere en dan gaan we even next level. Ja. Dan gaan we echt nog meer. Dan neem ik ook veel kat heen mee. Ja, deal. Geen kat 3. Nee, ik hou ik nu ook niet. Nee. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.